Goedenavond, dit is het COVID-19 journaal op dinsdag 22 december, een programma van het ministerie van Volksgezondheid. En net als in veel andere landen het geval is, zullen ook hier in Suriname, gezien de verslechterde situatie rond het coronavirus, de komende feestdagen worden overschaduwd door nieuwe besmettingen die hand over hand toenemen. De regering heeft de maatregelen aangescherpt op het stuk van samenscholing. De partiële lockdown is verlengd. Vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend en het luchtruim is op slot gedaan. Maar dat is maar één poot van de ware beteugeling van COVID-19. De andere, niet minder belangrijke poot is ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel en de juiste houding. Neem de COVID-19-regels serieus en houdt u zich alstublieft eraan. De druk op onze zorgsector neemt weer toe, dus zullen we echt het roer moeten omgooien en vooral mee moeten gaan met de instructies van onze gezondheidsautoriteiten. Nou, we roepen de samenleving op begrip. We begrijpen uw situatie ook. Het is niet leuk om verscherping van maatregelen aan te kondigen. Ook voor mij als minister niet. Het is absoluut niet de bedoeling om mensen te pesten. Maar we werken met die real-time data. We werken met de situaties in het ziekenhuis. Ik breng heel gauw een bezoek aan het Wanica ziekenhuis. Daar zullen we ook de situatie gaan analyseren. We hebben vandaag met specialisten gezeten om te kijken hoe we de zorg nog een beetje kunnen decentraliseren naar alle andere ziekenhuizen en op welk termijn. We houden het in de gaten. We blijven de zaak monitoren. Ik wil de samenleving oproepen om niet in paniek te raken. Wij raken ook niet in paniek. Maar we willen wel hebben dat sowieso de mensen aan de maatregelen adhereren, dus committen. En dat we daarmee ook de situatie sneller onder controle krijgen. Niet dat we het niet onder controle hebben, maar in ieder geval dat het beheersbaar blijft. Bezoek of houd geen feesten. Bescherm jezelf en spoor anderen aan om hetzelfde te doen. De situatie is zeker alarmerend. Het is gegaan van heel weinig, dus met een factor van bijna 3. Dus dat wil zeggen dat 1 persoon bijna 3 personen gemiddeld heeft besmet. In de afgelopen periode, begin december, eind november naar nu. En dat komt gewoon alleen maar door het gedrag van de mensen. En als het gedrag niet wordt aangepakt en het gedrag niet wordt, men zich niet gaat bezinnen op hun gedrag, dan wil dat zeggen dat je over 8 dagen 3 maal zoveel hebt. Dus als je niet 20 per dag hebt, heb je dan 60 per dag. En daarna nog 8 dagen, dan heb je hoeveel? 180 misschien wel per dag als we er niks aan doen. Dus we moeten die spreading moeten we omlaag brengen. We moeten de kans dat iemand die ziek is, anderen besmet, verminderen. Dat is wat we doen. De kans dat iemand die besmet is, en iedereen kan besmet zijn, of je nou helemaal kiplekker bent of niet, als je ergens bent gegaan kan je besmet zijn. De kans dat je iemand anders besmet, die moet zo klein mogelijk worden. En die verminder je door met zo min mogelijk mensen in contact te komen. Dus liever alleen maar met je familie en je naaste kring en je werkpersonen. Bemoei alleen met die mensen en ga niet naar grote feesten en grote evenementen. Want we hebben al zeker die begrafenis gehad. We hebben de kerk gehad. En we hebben dus eigenlijk de levensstijl in Paramaribo Noord met de clubs, de nightclubs en al dat soort dingen. We hebben prostituees positief, we hebben mensen die naar bars frequenteren positief. En dus het is daar, taxidrivers hebben we positief, allemaal in hetzelfde circuit. En het zijn mensen die met elkaar in contact komen. Minister Albert Jubitane van Transport ziet vooralsnog geen ruimte voor verslapping bij het handhaven van de protocollen die gelden voor het openbaar vervoer. Zeker nu niet met een stijgend aantal nieuwe COVID-19 besmettingsgevallen. We hebben een heel kleine groep erop vandaag afgestuurd om te kijken of om te controleren. En we gaan ook een beroep doen op de politie en het nieuwe team om ons daarin te ondersteunen met de minimale middelen die we hebben. Hebben we al een aantal constateringen gedaan. En ook naar de PLO, het bestuur van PLO, oproep gedaan van hey, we gaan veel strenger optreden. En we denken er zelfs aan om vergunningen in te trekken, de chauffeurkaarten in te trekken. Als chauffeur zich nog op deze manier
als wegpiraten, maar ook zich niet houden aan met name de COVID-protocollen. Want zij hebben die verantwoordelijkheid wanneer een passagier langs de weg staat en die moet instappen conform de protocollen, de voorschriften die er zijn. Als dat niet gebeurt, dan zijn zij verantwoordelijk voor. Maar nogmaals, we zijn in overleg met PLO. Het bestuur wordt ook weer uitgenodigd, want het is te gek voor woorden. Als wij, zeg maar, iedereen zegt, joh, praten over handhaving. Maar als je zelf ziet wat eigenlijk wordt toegestaan, wordt toegelaten. En het bleek normaal te zijn binnen de samenleving. Maar een bus, een chauffeur die geen mondkap op heeft, dat kan je, ja, anders zouden wij bij elke bushalte een controleur moeten zetten. Maar dat kan helaas dus niet. Vandaar dat wij dus ook de samenwerking met de PLO, met de bushouders, dat wij de handen in elkaar moeten slaan om dit tot het verleden te laten behoren. Maar nogmaals, het is een gedrag. Het is een gedragsvertoning en dit is jarenlang gedoogd. En we zullen er heel hard tegenaan moeten gaan om met deze nieuwe uitdaging erbij, de COVID, het COVID-virus. En snapt u dat de uitdagingen groter zijn, maar we gaan niet opgeven. We gaan via voorlichting, dat hebben we ook aangegeven, hetzij via uw medium, via andere mediabedrijven, dat wij dit allemaal verder gaan oppakken. Er komen steeds meer klachten binnen over boot- en buspassagiers die zonder mond- en neusmasker willen reizen. Clifton Amoida van het directoraat Transport zegt dat, mocht dit bij controle blijken, de sancties voor rekening zijn van de chauffeur en of het vervoersbedrijf waar die in dienst is. Zo'n chauffeur krijgt dan in eerste keer een schriftelijke waarschuwing. Als we het weer constateren, krijgt hij dan een schorsing van maximaal 10 dagen. En mochten we een derde keer zo'n overtreding constateren, ja, we kunnen niet blijven praten en waarschuwen. Vooral nu in deze situatie, we hebben te maken met een gevaar voor de volksgezondheid, de openbare gezondheid. Dus dan in dat geval, bij de derde overtreding is het sorry, die vergunning wordt dan terstond ingetrokken. Het is hard, zo iemand is dan zijn business kwijt. Maar we kunnen niet blijven praten en blijven waarschuwen. Snapt u? Want we hebben ook te maken met we hebben 1300, meer dan 1300 vergunningen. En we praten over 1070, ja, meer dan 1000 vergunninghouders. En dan moet je je voorstellen op dagbasis om al deze al de controle te doen en steeds te blijven waarschuwen. Ja, dan kom je nergens. Maar ik hoop dat de mensen wel gaan beseffen waarmee ze bezig zijn. En dat we het met z'n allen die verantwoordelijkheid dragen om de besmettingen zo min als mogelijk te houden. Het is een gevaarlijke zaak daarom hebben we als ministerie, als directoraat transport ook gelijk aan de bel getrokken. En de controleurs die attenderen we steeds van hey, verslap niet, blijf het scherp houden. Want het is een onzichtbare vijand waartegen we vechten. En die mond-neusbedekking in de bussen is heel erg belangrijk, maar ook in de boten. Want we hebben ook de boten van Kommerwijnen die de oversteek doen. Dus het is echt een continue in communicatie zijn, in overleg zijn met de controleurs. Maar in bepaalde gevallen vragen we ook assistentie van de politie. Want je hebt sommige burgers, passagiers die geen gehoor willen geven dat ze met een mond-neusbedekking in de bus moeten zitten. In dat geval zijn we dan genoodzaakt om om waarschuwend op te treden. Maar meer dan waarschuwend optreden kunnen we niet. Wat we wel doen is dat de bushouder of de buschauffeur, die houden we wel verantwoordelijk, aansprakelijk voor. Want zij moeten erop toezien dat de passagiers, wanneer ze instappen, dat ze hun handen ontsmetten bij het instappen in die bus. En dat ze hun mond-neusbedekking gedurende de reis ook aan hebben, maar ook correct aan hebben. Want wat je ziet is soms dat de mensen ook niet correct hun mond-neusbedekking opzetten. Minister Amer Ramadan van Volksgezondheid is er voorstander van dat overtreders van de COVID-19-maatregelen nu volgens de wet worden aangepakt. Hierdoor kan de regering ook flink besparen, zegt de bewindsman, die er ook op wijst dat het overbrengen van overtreders naar het politieopleidingscentrum aan de Kommerwijnenstraat veel geld kost.
Boetes uitschrijven kan de overheid juist geld opleveren. Ik denk niet dat het alleen gaat blijven bij POC. Overbrengen is ook een hele organisatie. Het kost ook behoorlijk geld. Ik denk dat wij nu serieus moeten gaan kijken. En daar zal justitie en politie zeker het voortouw moeten nemen. Om wel echt serieus nu de boetes te gaan uitdelen. Het is voor ons veel makkelijker. Het brengt ons ook nog wat geld binnen. Voor de personen die zich niet willen houden aan de regels. Helaas zult u conform de boetelijst worden beboet. En... POC kost ons ook geld. Honderden lockdown-overtreders worden dagelijks overgebracht naar het politieopleidingscentrum. Minister Ramadan verwacht van zijn collega-minister Kenneth Amoksi ondersteuning als het aankomt op het uitdelen van de boetes. Maar ik denk dat de strategie gaat zijn, natuurlijk drie sporen. Je hebt één, je probeert hem gewoon corrigerend op te treden. Je gaat ook mensen overbrengen. Met het doel, waarom worden mensen overgebracht? Je probeert ze... De straffen op basis van een overtreding, maar ook met het doel op gedragsverandering. Maar ik denk dat wij inderdaad serieus kijken naar het aspect van boete uitdelen. Dat zal denk ik veel effectiever zijn. En als u geen boete kunt betalen, dan zijn er andere straffen die daarop gelden. En als we naar het dashboard kijken op de COVID-19 website, zien we dat het aantal gevallen inmiddels is gestegen van 159 naar 185. Maandag zijn er 31 personen positief getest op het coronavirus, 5 zijn genezen verklaard. Van de 120 die getest zijn, zijn 89 mensen negatief. Sinds maandag worden ook antigeensneltesten ingezet, waardoor het resultaat sneller bekend is. Van de positieven zijn er 22 afkomstig uit Paramaribo en 5 uit Kommerwijnen. Kom op mensen, laten we elkaar begrijpen en beschermen. Zorg dat u uw mond- en neusmasker op heeft als u in de bus stapt of gebruik maakt van het bootvervoer. Verpest het niet voor anderen, maar maak vooral de situatie niet erger dan die al is. Laten wij gezamenlijk verdere verspreiding tegengaan. Gebruik je verstand en neem de maatregelen in acht. Fitty COVID-19. En dat doen we samen. Tot slot wens ik u alvast fijne feestdagen, maar bovenal veilige feestdagen. Maak er het beste van, maar wees vooral gehoorzaam aan de maatregelen. Goedenavond.